Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolken boven de Noordzee en boven het westen van het land. In het noordoosten zijn in opklaringen vannacht mistbanken ontstaan en daar hebben we vanochtend mee te maken. Met mist, het zicht minder dan 200 meter, hinderlijk voor het verkeer. Maar in de tweede helft van de ochtend lost de mist op en dan blijven de wolken over. Maar de zon breekt in het noordoosten ook af en toe door. Verder valt er een enkele bui landinwaarts en het is een warme dag met 21 tot 23 graden en niet al te veel wind vanuit het westen tot noordwesten, hooguit windkracht 4. Vanavond is het droog, zijn er wolkenvelden en klaart het soms op en er kan opnieuw weer mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 16 tot 18 graden. En morgen hebben we te maken met een zwakke storing die van het noordwesten naar het zuidoosten trekt. In de ochtend is het bewolkt en kan er een bui vallen. In de middag breekt vooral in het noorden en westen de zon door. In het zuidoosten blijft het veelal bewolkt. Maandag, dinsdag en woensdag zijn overwegend droge dagen met een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur ligt tussen de 18 en 19 graden en er staat niet al te veel wind. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.